Deze letters zijn hier in het dorp beroemder dan de letters in Amsterdam. I am zetten. Maar wat maakt een zettenaar een zettenaar? Als iemand het kan weten, is het Daan Viergever wel. Ik ben hier domweg gelukkig in zetten. Daar waar Viergever geboren en getogen is. Het is een Betuws dorp, maar toch een wat bijzonder dorp met een wat gemengde bevolking. Mensen zeggen ook weer meneer en mevrouw tegen elkaar hier, terwijl in de andere dorpen iedereen bij de voornaam wordt genoemd. Maar zelfs voor hem is het nog niet zo makkelijk om het precies uit te leggen. Hoe dat DNA nu eruit zou zien als je het op een uitstrijkje doet, dat kan ik niet precies vertellen. Uit het onderzoek blijkt dat Zetten een sterk verenigingsleven heeft, wordt geroemd om haar rijke voorzieningen en dat het een gezinsdorp is. Het woont hier fijn. Al zijn er ook valkuilen voor het dorp. Nou, het wat dorpse karakter. Dat gaat wat verloren door het inbreien van woningen en woningbouw, waar volgens mij net iets te weinig groen is overgebleven. Die grote kastanjeboom daarachter je. Oppassen dat het groen dat nog over is niet verdwijnt. Dat vinden zettenaren belangrijk. Het is de bedoeling dat het onderzoek helpt bij het formuleren van een toekomstvisie om zo het dorp levendig en mooi te houden. Daan geeft ons nog een laatste zettense les. Kijk, dat doen wij natuurlijk hier ook in dorpen. We groeten de mensen. Dat is belangrijk, vinden wij. Ja, wat je.